Je bent je btw-aangifte vergeten in te dienen. Wat nu? Laat me je geruststellen. Zolang jij je netjes aan de regels houdt, is de Belastingdienst niet het grote monster dat je nachtmerries bezorgt. Als jij binnen zeven dagen na de uiterste aangiftedatum alsnog aangifte doet en de te betalen omzetbelasting op de rekening van de Belastingdienst staat, is er niets aan de hand. Deze coulance krijg je echter maar één keer. Ben je vaker te laat met je btw-aangifte? Of betaal je vaker te laat of niet het volledige bedrag, dan krijg je een boete. En waarschijnlijk krijg je er zelfs twee. De Belastingdienst kent namelijk twee verschillende boetes omtrent B2-aangifte. De aangifteverzuimboete en de betaalverzuimboete. Te laat aangifte doen ziet de Belastingdienst als aangifteverzuim. Hiervoor krijg je de verzuimboete. En deze boete bedraagt 68 euro. Te laat betalen, of niet het gehele bedrag, ziet de Belastingdienst als een betaalverzuim. En ook hier staat een boete op. Deze bedraagt 3% van het te betalen btw-bedrag met een minimum van 50 euro en een maximum van 5.514 euro. Dit kan dus aardig in de kosten lopen. Dus, overkomt het je voor de eerste keer en zit je nog binnen die 7 dagen? Geen paniek, doe vandaag nog je aangifte en alles is in orde. Dit betekent wel dat je vanaf nu extra scherp moet zijn op de data. Want de volgende keer ga je de boete niet ontlopen. Noteer de aangiftedata goed in je agenda of werk met een boekhoudprogramma zoals JORD. Boekhoudprogramma JORD waarschuwt je aan het begin van de aangifteperiode dat het tijd is voor de BTW-aangifte. Zo heb je ruim de tijd om aangifte te doen. De boekhoudbot van JORD zorgt ervoor dat je boekhouding helemaal bij is zodat je direct aangifte kunt doen en het van je to-do-lijstje kunt schrappen. De aangifte doe je eenvoudig via JORT in bij de Belastingdienst. En met het betalingskenmerk dat JORT laat zien, maak je direct het te betalen bedrag over. Hopelijk hebben we je hiermee een beetje kunnen geruststellen en weet je nu wat je moet doen. Wil jij dat wij weer van dit soort video's gaan maken? Abonneer dan op ons kanaal. Dan zie je mij of een van mijn collega's snel weer op je beeldscherm. Fijne dag!